Goedemorgen. Fijn jullie weer uh, te mogen ontmoeten in dit nieuwe jaar. Een jaar waarin misschien jullie uh, allerlei goede voornemens hebben. Misschien heb je zo eind 2001 uh, is teruggeblikt en gezegd: uh, dit moet anders en dat moet anders. En misschien heb je het wel vastgelegd samen. was gezin. Ik heb daar voorbeelden van gezien hè, voor 2022. Dit willen we anders doen. Dat gaan we beter doen. Dat gaan we niet meer doen. En ik denk dat het heel mooi is als je dat uh, hebt voorgenomen. Alleen we weten ook dat veel goede voornemens van ons uh, vaak in rook opgaan. Misschien heb je dat ook al gehad. Nu de eerste week is voorbij en je had gezegd: Ik ga drie keer sporten in de week. En je bent één keer geweest en het dag Nou, mij wel gezien. Daarom, daar komt ook dat spreekwoord vandaan: um, dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. He, wij als mensen die nemen onszelf veel dingen voor, maar. Dan verloopt de tijd en dan, uh, dan gaan er dingen in rook op. En vanmorgen wil ik, ons, uh, wil ik jou bemoedigen dat God ook voornemens heeft. Goede voornemens. Eeuwige voornemens. Maar dat ze bij God niet in rook op gaan. En het is ook niet zo dat God op de grens van 2001 eerbiedig gesproken is, is gaan zitten. En dacht: wat zal ik in 2022 is aan goede voornemens gaan uitwerken. Nee, God heeft, dat hebben we ook gezongen, goede voornemens van eeuwigheid. Dat is natuurlijk al een preek op zich, want hoe kan dat nou? God overziet alle tijden. Werkt alles uit in de tijd. Werkt naar een punt toe in de tijd. En heeft iets heerlijks in het vooruitzicht liggen voor ons. Zijn eeuwige goede voornemens voor de toekomst. is het thema van deze morgen om ons te bemoedigen. En ze zijn goed. Het is een boodschap van bemoediging. Openbaring is ook een boek van bemoediging. Het is een boek wat uh, soms gebruikt wordt om je angst aan te jagen. En dat is de vraag van, is dat boek daarvoor bedoeld? Het is een boek wat realistisch is. Maar uiteindelijk als kind van God moet je bemoedigd worden door openbaringen. En God laat juist ook in dit boek zijn goede voornemens optekenen. En we willen daar een stuk van lezen uit Openbaring 21, van 1 tot 8, waarin we als het ware in Gods agenda mogen kijken in zijn goede voornemens, waarin hij de apostel Johannes heeft laten meekijken, heeft een openbaring gegeven. Openbaring 21, vers 1 tot 8, we lezen het met elkaar. En het is Johannes die dit heeft opgeschreven. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en een God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon zit, zei: "zie, ik maak alle dingen nieuw." En Hij zei tegen mij: "schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar." En Hij zei tegen mij: "het is geschied. Ik ben de Alpha en Omega, het begin en het einde." Wie doorsteeft zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Ik heb vier hoofdgedachten uit dit gedeelte. Als thema Gods eeuwige goede voornemens voor de toekomst. Ik heb eeuwig alles nieuw. Daar wordt hierover gesproken. Eeuwig alles nieuw. Eeuwig thuis. Eeuwig feest en eeuwig samen. Nou, dat moet toch vrij makkelijk te onthouden zijn. Eeuwig alles nieuw. Eeuwig thuis. Eeuwig feest en eeuwig samen. Ik hoop dat u er al zin in krijgt in deze preek. Ik heb veel vreugde in de voorbereiding ervaren om hierover na te denken. God heeft goede voornemens, omdat Hij ons en omdat Hij de wereld en de hemel terug wil brengen naar normaal. Terug wil brengen naar normaal. Het is eigenlijk al 6000 jaar niet normaal. En we geloven dat de aarde en de schepping ongeveer 6000 jaar oud is. Als je kijkt naar waar God mee begonnen is, wat Gods hart is geweest, wat Gods bedoeling is geweest, in de schepping. En hoe het nu is, zo 6000 jaar later, kunnen we zeggen dat die periode daartussen, sinds de zondeval, nu eigenlijk een periode is die niet normaal is. Die afwijkt van Gods standaard, afwijkt van Gods bedoeling, hoe Hij de schepping heeft gemaakt en hoe Hij de mens daarop heeft gezet. Alles was nieuw. God heeft de mens goed gemaakt, Hij heeft de aarde gemaakt. Hij heeft gezegd, zie het was zeer goed. Hij heeft de mens als het ware een feest gegeven in de hof van Ede. Samen in de schepping, samen als man en vrouw, samen met God. Het was volmaakt, het was perfect, er was niets op aan te merken. En sinds de zondeval ligt de aarde in het kwaad. En ervaren wij als mensheid, door de generaties, door de eeuwen heen, dat het niet beter wordt, maar dat het uiteindelijk slechter wordt. Als u eerlijk naar deze wereld kijkt, en u kijkt het nieuws, u kijkt naar uw leven, zeker als je wat ouder bent, dan kom je tot één conclusie. Zoals Oswald Chambers zegt, een Bijbeler uit Engeland, zegt, dan word je wanhopig. Als je echt eerlijk naar het leven kijkt, wat er aan de hand is, word je wanhopig. En hij zegt, als is de terechte conclusie. Hè, misschien als je jongen zegt, nou, het is ook nog wel relaxed, het is ook nog wel leuk. Zeker. Maar als je echt eerlijk de optelsom van het leven maakt, dan is het onder de streep, dan is het min. Maar hij zegt, behalve als je het verzoenende werk van de Heer Jezus kent, dan krijg je hoop. Dan is de perspectief, omdat het niet stopt naar deze wereld. En omdat wij deze wereld niet hoeven te verbeteren, maar dat er iets nieuws gaat komen. Dan krijg je hoop, echte hoop. En dan hoeven de mensen, zoals Jacob zijn programma, niet te denken: er komt niks hierna, er komt zeker wel wat. Gelukkig, prijs de Heer. Anders zou het een wanhopige zaak zijn op deze aarde. Het was dus goed. En God wil het terugbrengen naar normaal, zou ik willen zeggen. En daarom heeft Hij goede voornemens. En als eerste het voornemen: alles eeuwig nieuw. En Johannes ziet dat hier. Johannes heeft dat ook echt gezien. Dat is een openbaring geweest voor deze oude apostel. Dat hij, wat je misschien al heel vaak hebt gehoord, maar dat hij dat echt heeft gezien. Dat is zo impactvol voor hem geweest dat hij dat dit zag. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Omdat de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. God zal opnieuw zijn creatie. Tot stand gaan brengen. Omdat de eerste hemel en de nieuwe aarde weg zijn. En er komt iets adenbenemends moois. Of het mooier is dan het was, weet ik niet. Want ik heb het niet meegemaakt. Maar er komt iets zo fantastisch moois. Dat iemand wel eens gezegd heeft. De eerste duizend jaar als we er zullen zijn, staan we met onze mond open. Zo mooi. Zal het zijn wat God gaat brengen. En, het ze... en nu is het ten dele. Het is gebroken. Ondanks de goede en mooie zaken die we meemaken. Het wordt helemaal nieuw. En dat zie wat hier staat ook. Hè, en ik zag, en laten zien dat zie je. Dat zijn eigenlijk geloofsogen. Van neem je het aan wat hier staat, of zeg je ja, dat is eigenlijk een fake verhaal. Daar kom ik straks nog wel even op. Nou, Johannes ziet het hier. En hij zegt eigenlijk wat Jezaja ook al zei, um, in Jezaja 65 vers 17: Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, waarom doet hij dat? Omdat de vorige voorbij is gegaan. De vorige is voorbij gegaan. Ik ga daar in deze preek niet te veel op in. Maar als wij hoofdstuk 20 zouden lezen, zien we dat God gerechtigheid heeft gebracht. Wat 2 Peters 3 vers 12 zegt. De aarde, oude aarde en de oude hemel zijn door vuur vergaan. Niet meer door water, maar door vuur. En dat zien we ook in Matthäus 3 vers 12. Waarin Jezus zegt: Ik zal mijn dorstvloer, de aarde waar hij gewandeld heeft, grondig gaan reinigen. Met onuitblustelijk vuur zal hij het kaf verbranden. Dus de hemelen, waar het hier om gaat, hè, de, er is iets nieuws en er is iets oud, maar de oude hemel, de hemelen, de atmosfeer, de stratosfeer, de sterren, de maan, die zijn verdwenen, die zijn weg. En de aarde is ook schoongebrand, zou ik moeten zeggen. De verklaarders zeggen aan de ene kant... Um, er komt echt een nieuwe aarde, dus God schept totaal iets nieuws. Ik volg meerdere verklaarders, en dat zijn de meesten die zeggen... God gaat het vernieuwen, hernieuwen, op de bestaande aarde, op deze planeet. En ik kan dat ook wel aantonen, omdat de verklaarders zeggen... ons lichaam, als dat sterft, wordt het gezaaid, wordt het begraven in de aarde. Maar het zal straks hetzelfde lichaam zijn wat weer op zal staan. Wat een verheerlijk lichaam is. Dus God maakt het oude nieuw. Hij doet ons lichaam niet weg en schept een totaal nieuw iemand... Maar ons oude lichaam wordt hersteld in heerlijkheid, een geestelijk lichaam. Maar we zullen het herkennen. Het zal hetzelfde lichaam zijn. Nou, zo zeggen de verklarers, zo zal het ook met de aarde zijn. Het zal vernieuwd worden. Het oude zal herschapen worden tot iets, ik denk, onherkenbaars voor ons. Het wordt helemaal nieuw. Dat plaatst ook het hele vraagstuk rondom het klimaat, vind ik, in het goede perspectief. Daar heb ik over naast te denken. Misschien ben je. Enorm gaan met het milieu, met het klimaat, met wat er aan de hand is. En ik denk dat dat goed is. We zijn renmeesters, moeten verantwoordelijk omgaan met de schepping. Alleen, God gaat de wereld redden. God gaat de aarde redden, niet de mens. Maar God gaat de aarde eerst redden door hem te vernietigen en dan te herstellen. Er komt eerst oordeel en dan iets nieuws. Wij hoeven uiteindelijk niks te redden. God gaat dat doen. We hebben onze plek hier, dat begrijp ik ook, dat begrijpen jullie ook. Alleen, als je klimaat tot je God gaat verheffen, de aarde tot je God gaat verheffen, denk ik dat je misschiet. Want God gaat de aarde uiteindelijk redden, God gaat de mensheid redden. En hieronder, deze beweging rondom het klimaat, zit ook iets heel iets anders. Dat is niet zozeer goed renmeesterschap, wat wij denk ik als christenen allemaal beamen, maar daar zit achter het verlangen om eeuwig op deze aarde te zijn. En om je eeuwig goed leven te hebben met een... Schepping, een klimaat dat wij onder controle hebben. Als wij mij aan de juiste knoppen draaien. dan blijft de schepping zoals die is. Omdat wij eeuwig leven willen op deze planeet. En God zegt dat is niet de bedoeling. Dat zal niet gebeuren. Nou, ik hoop je niet te ontmoedigen in je goede renmeesterschap. maar ik hoop je wel te ontmoedigen in. als je daar heel je leven voor wil geven. vraag ik me af of je op het goede pad zit. om moeder aarde te redden. Nou, hoe zal die nieuwe aarde zijn? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zal dat zijn, wat die nieuwe hemel, nieuwe aarde, hoe dat zijn? Ik, ik zat hier achterin en ik denk: Nou, ik denk dat de temperatuur wel wat hoger is dan in deze zaal, zou het niet? Maar het zal echt perfect zijn. Het zal een atmosfeer zijn die, die volmaakt is. De lucht die wij inademen zal perfect zijn. Zal gezond zijn. Nou, wie is er als in de Zwitserse of in de Oostenrijkse berglucht geweest? Misschien dat het een dat, dat beetje in de buurt komt. Zwaartekracht. Vraag me af of het er is. Kinderen, ik denk niet meer dat je als je valt, dat je dan een wond hebt. Het is volmaakt. Het is echt volmaakt. Weerstanden zijn weg. Um, botsingen. Vraag me af of dat er nog is. Het is mooi hè, God heeft ons voorstellingsvermogen gegeven. Mogen we erover nadenken, deze dingen? Doen wij veel te weinig. Dat is ook mediteren, dat is nadenken over wat is dat dan? Wat, wat, wat de Bijbel zegt. Nieuw. Slijtage. Slijt niks meer. Dames, je moet het met één paar schoenen straks doen, zat ik te denken. Maar eerbiedig gesproken, nu moet je natuurlijk het slijten. God zorgde ervoor in de woestijn dat de kleding niet sleet van de Israëlieten. Maar straks zal niets niet meer slijten. Ik geloof dat we nog wel kleren hebben, maar het slijt gewoon niet meer. De dieren. We zullen dichtbij ze kunnen komen, ze zullen niet meer doodgaan. Nou. Ik kan nog wel even een tijdje doorgaan zo. Maar het zal zo mooi zijn. Het zal zo briljant zijn. Louis schrijft er ook iets over. Over de grote scheiding. Hoe het is voor iemand die daar niet hoort. Maar ook hoe het is voor iemand die daar wel hoort. Hoe komt dat nou? Dat dat zo mooi is. En zo mooi zal blijven. Nou, die eerste hemel en die nieuwe aarde zijn gekomen. Dat het ouders voorbij gaan. Maar er is, staat hier nog meer in de tekst. En de zee was er niet meer? Nou, ik geloof dan niet dat letterlijk de zee is, want er zal gewoon water zijn. En misschien heb je niet zo'n oceaan zoals wij nog nu hebben, al heeft God ook vreugde gehad in het scheppen van de oceaan. Maar de zee is een beeld. Is, heeft een betekenis van, van beroering, van ellende, van de woede van de volken, van de zonde, van de wrok. En dat staat hier: dat is er niet meer. Dat is weg. De oorzaak van het kwaad, de oorzaak van de ellende. Is weg in die nieuwe schepping. Het is verdwenen, het is uitgewist, het is uitgeroeid. En dat zien we ook in hoofdstuk 8, of sorry, vers 8. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt, is de tweede dood. Het is natuurlijk ontzettend aangrijpend wat, dat, wat, wat dit is. Maar dat is er ook niet meer. De mensen met deze levensstijl, want het gaat hier niet om die specifieke zonde. Dat alleen deze mensen daar niet zullen zijn. Maar de openbaring heeft meerdere lijsten. Maar deze levensstijl past niet op die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Dit zal weg zijn. Altijd. De zee is er niet meer en die zal ook niet meer terugkomen. Dit kwaad zal niet meer op die nieuwe aarde komen. Daar heb ik ook over nagedacht. Ik vond het een hele beangstigende vraag. Ik heb daar vroeger ook wel eens mee geworsteld: van, zou het niet toch stiekem weer terugkomen? was over nagedacht. God had ook de aarde geschapen. Hij had de engelen gemaakt. En er staat dat in het hart van Lucifer kwaad opkwam, hoogmoed opkwam. En later zien we dat ook bij Adam en Eva dat ze gegeten hadden. Zou toch niet straks hè, dat het duizend jaar goed is, en dat dan toch er iets de hemel in sluipt en het weer helemaal op zijn kop gaat? Er weer een reddingsplan moet komen, er weer een nieuw iets moet komen, als het ware een nieuw deel van de aarde. Ik vond het heel bemoedigend om eigenlijk tot de conclusie te komen, en misschien was u dat al, maar soms moet je zelf ook door een preek heen, dat dat niet zo zal zijn. Want er staat in vers, vers 6, en hij zei tegen mij, het is geschiet. Het is klaar. Het is over. Dit is het van A tot Z. En daarachter zegt hij nog een keer, omdat ik de alfa en omega ben, begin en het einde. Dit is het hele verhaal. Dit is het hele verhaal van God met ons. Met de mensheid. Ik geloof ook niet dat er nog ergens een andere aarde is die we gaan vinden. met dezelfde soort verhaal. Dit is het verhaal van God. En het is een bemoediging voor mezelf. dat niet straks in die stad. alsnog de zonde zal binnenkomen. Maar alsnog dit nog een keer mee gaan maken. maar dat het volmaakt tot in alle eeuwigheid zal zijn. De staat zoals hier geschilderd. zoals in die laatste hoofdstukken. zal altijd eeuwig goed zijn. Ik hoop dat u daar heel blij van wordt. En dat u dat heel erg bemoedigt. Eeuwig alles nieuw. Ik hoop dat je er echt naar uitkijkt. Dit. De Bijbel en de Openbaring is een bemoedigend boek. Om ons te helpen om over de dingen van alle dag, over de omstandigheden van deze tijd heen te kijken naar iets prachtigs wat gaat komen. Hemelburgers noemt de Bijbel dat. Maar er komt nog meer. Er komt nog veel meer. We gaan naar het tweede punt. Want. Er komt ook een huis aan, een thuis. Want Johannes ziet meer. Hij ziet die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Hij ziet dat die zee, die beroering er niet meer is. En hij ziet, vers 2, de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor een man zielig gemaakt is. En als we dan naar vers. Moet ik dat even goed zeggen? Ja, vers. Um... Vers 9 en 10 gaan, die lees ik nog even uh, mee. En een van de zeven engelen die de zeven schade hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg de in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Het is een enorme stad. De rest van het hoofdstuk 21 beschrijft dat. Ik denk dat het een letterlijke stad is. Het heeft een betekenis, maar ik denk dat het echt een letterlijke stad zal zijn. Nou, daar mogen we over verschillen, denk ik, qua uitleg. Ik baseer dat met name ook op vers 24, waarin staat dat zij de heerlijkheid in die stad erin zullen brengen, waar ook het lam zal zijn en God zal zijn. Maar het gaat met name om de betekenis, dit heilige Jeruzalem, want wat is het? Nou ja, vers 2 heeft dat al gezegd. Het is als een bruid. En vers 10, vers 9 zegt dat ook. Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En wie zijn dat? Wat is dat? Nou, dat is de gemeente. Dat zijn alle geredden, zondaren uit deze wereld. Van alle generaties, van alle eeuwen die samen deze stad vormen, deze bruid. Voor Christus. Je zou het zo kunnen zeggen dat de bruid thuis komt. de gemeente, jij en ik komen thuis. Heb je daar al wel een uurtje over nagedacht? Wat dat zal zijn? Dat dit gepresenteerd wordt op die nieuwe schepping, op die nieuwe wereld. Komt de bruid, komt thuis. Komen wij komen echt op onze bestemming aan. 1 Petrus 2, vers 5 zegt. Dat wij levende stenen gebouwd zijn tot een geestelijk huis. Op die nieuwe hemel, op die nieuwe aarde komt een nieuwe stad, komt de gemeente, komt thuis. En hoe dat precies zal zijn, de Bijbel laat dat in het midden. Jezus spreekt ook over een woning. Hoe zal dat precies zijn? Ik weet het niet. Ik dacht kinderen, het is een beetje zoals richting je verjaardag. Dan worden er wat cadeautjes aangeschaft en je hebt al vrij snel door waar die cadeautjes liggen, denk ik. Hè, waar die verstopt worden. En uh, stel, je zou uh, s'nachts uit je bed lopen en je zou naar die cadeautjes gaan. Je voelt er eens even aan zo. En uh, je kan de verleiding niet weerstaan en je pakt dat van die plank af en je schudt dat en je bevoelt dat. En je denkt, nou, het zou dit of dat wel eens kunnen zijn. herken je dat, hè, dat cadeautje heb je vast en dan misschien heb je dat wel eens gedaan. Of papa en mama hebben je het gewoon even laten... Voelen, om je alvast enthousiast te maken over je verjaardag. Je denkt dat je weet wat erin zit, maar hoe het precies zal zijn, weet je niet. Nou, zo is dat een beetje ook met dit. Wat Johannes hier schetst, wat Christus ons zegt. We hebben de contouren. We hebben een beetje informatie. Maar God wil ons straks verrassen. Zoals je dat cadeau krijgt en je pakt dat uit en je ziet wow, waar is dat het? Nou, als het ware, zo wil God het ook. Anders had hij het helemaal uitgewerkt. Hij wil ons verrassen met hoe het straks zal zijn. Zo goed, zo volmaakt. John Piper zegt: Wij moeten als het ware um, een nood, daar moeten we op kloppen, moeten we op slaan totdat die open gaat. Nou, zo moeten we dat ook doen met het woord van God. We moeten een tekst bekloppen, bebidden, overdenken totdat die open gaat en God zijn betekenis wil geven aan ons. Ook over, over deze, deze woorden. En dat we dan zo blij als een kind worden. Ik word echt blij van deze teksten. Dus, Zo'n vreugde in mijn hart dat dit echt gaat gebeuren. Dit is echt. En ja, wat is echt? Ja, dit is echt. Dit is de werkelijkheid die gaat komen. Eeuwig nieuw en eeuwig thuis. Wat kan dan een mens mij doen als je weet dat dit je bestemming is? Als je weet dat dit gaat komen, wat kan een mens ons dan doen? Wat kan onze omgeving ons dan doen? Wie kan ons dit afnemen? Niemand toch? Als je dit kan omarmen, dat dit gaat komen, dan verdwijnen toch veel van onze zorgen. Want er komt nog meer. We hebben niet alleen een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Niet alleen een plek, een stad, of je die nou als fysiek ziet of beeld. Maar in ieder geval daar waar de gemeente thuis komt. Maar het is ook nog feest. Nou, we willen daar niet zijn. En ik denk kinderen of jongeren dat jullie wel eens op een feestje geweest zijn. Ze zijn misschien in deze tijd wat minder... Maar uh, hoe lang duurde dat feestje ongeveer waar je was? Doe eens. Een paar uurtjes, een middag, een avond? Een hele dag misschien. Nou, dat is al lang. En hoeveel, hoeveel kinderen waren daar? Hoeveel mensen? Wie uh, durft op het feest? Op een feestje. Hoeveel mensen waren daar? Koor zes. hele klas misschien. Wie heeft de hele klas wel eens uitgenodigd op zijn feestje? Nou, laten we zeggen, ja? Oké. Okay. Nou, 20. Oké, okay, 20. Hoeveel eten was er? Ik denk dat het best wel lekker eten was. Snoepjes en aan het eind van de dag kreeg je een zakje mee, een zakje chips. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, misschien is het een beetje ouderwets. Maar... En je werd thuisgebracht, toch? Dat hoorde erbij. Nou, ik denk dat je niet onbeperkt eten had. Wel veel, maar niet onbeperkt. En hoeveel cadeaus? Als je zelf vier verjaardag vierde, kreeg je wel veel cadeaus. Maar onbeperkt cadeaus? Dat is wel heel veel. En hoeveel verschillende gasten waren er? Ik denk, als je hier op Urk je verjaardag viert... dan heb je alleen kinderen van Urk op je verjaardag, toch? Ongeveer wel. U begrijpt al een beetje waar ik heen wil. Ik ga even met u lezen, openbaring 19. Eén bladzijde terug. Van 6 tot 9 lees ik met jullie... Openbaring 19 van 6 tot 9. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heer de Almachtige God is koning geworden. Laten wij blij zijn in ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Naar de gemeente. De kerk. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want het zijn de fijne linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Wat is het voor feest? Het is een bruiloftsfeest. Het is een bruiloftfeest en er staat hier een gedruis van een grote menigte. Nou, in mijn eertijd, voordat ik de heer Jezus kende, ben ik wel eens een paar keer in het stadion geweest. Nou, daar heb je 40.000 mensen. Als 40.000 mensen gaan juichen, dan, dan doet wat in de atmosfeer. Hier juicht een menigte die niemand tellen kan. Dus als je wel eens op een feestje geweest bent en je dacht, 20 is veel. Dit is een feest met zoveel mensen. Dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. Een grote menigte. Miljoenen, misschien wel miljarden. Hè? Want als je dat gaat uitrekenen door 6000 jaar, hoeveel generaties en hoeveel mensen daar zullen zijn. Het is niet alleen een feest met een onbeperkt aantal mensen, maar het duurt ook altijd. Het stopt niet meer. Er is geen eindtijd. Je wordt niet thuisgebracht. Het gaat door. Dit bruiloftsfeest. En er zijn allerlei verschillende soorten mensen. Er zijn niet alleen urkers. Er zijn mensen uit elke taal, stam, natie, tong, uit heel de wereld. Alle kleuren, alle soorten, zullen hier zijn. Het zal het meest gemengde feest zijn wat er is. Zie het dan een beetje voor je. Ja? Wat voor soort feest dat zal zijn. Er is onbeperkt eten. In de goede zin van het woord. We zullen niet schranzen, denk ik. Maar zal genoeg zijn. Iedereen zal genoeg zijn. Jezus zorgde daar al voor toen hij brood en de vis deelde. Dat iedereen genoeg had dat er over was. Dat zal straks ook zijn. Er zal geen honger zijn. Het zal volmaakt zijn. Er zal genoeg te eten zijn. En een overvloed aan zegeningen: persoonlijke zegeningen, zegeningen als gemeente. Het is een perfect bruiloft van het lam. Die lam. Het is, wat Johannes hier zegt, het is als een bruid die voor een man sierlijk is gemaakt. Het is niet zomaar een feest, het is een bruiloftsfeest. Nou, ik denk als je op een bruiloft bent geweest, dat is altijd een van de meest mooiste feesten. Daar, daar zijn, er zijn eigenlijk weinig wanklanken op zo'n feest. Als je gewoon naar een feestje gaat met vrienden of wat dan ook, dan... Maar op een bruiloftsfeest, daar staat iemand centraal. Er staat iets centraal. En alles komt daarvoor. Het is perfect. Er zal geen klacht zijn achteraf over dit bruiloftsfeest. Er komt geen achteraf, maar als je een evaluatieformulier zou moeten invullen. dan valt niks op aan te merken. Er zijn de puntjes geregeld. We hebben dus wat Johannes hier ziet: iets totaal nieuw, Het eeuwig zal blijven. Er zal een eeuwig goed thuis zijn. En er zal eeuwig een feest zijn. Het zal perfect zijn, niets op aan te merken. En daarom zegt Johannes. Ik las het net in het zevende vers. Laten wij blij zijn en ons verheugen. Ik hoop dat je er nog meer naar uit gaat kijken. Laten wij blij zijn en ons verheugen. God kan hier nauwelijks op wachten. We kunnen het vanuit ons perspectief bekijken. Maar God kan nauwelijks wachten op dit moment. Als ik het zo mag zeggen, voor de kinderen ook. God staat te trappelen van ongeduld om dit werkelijkheid te laten worden. Om zijn goede voornemens uit te voeren. Dat dit nieuwe zal komen. Dat dit thuis zal komen. En dat dit feest volmaakt zal zijn. En daar mogen wij ons in verheugen. En verblijden. En als jullie mee hebben gelezen, zie je nog wat er iets achter staat: En hem de heerlijkheid geven. Wie is hij? Wie is hij? Dat heb ik net gezegd, hè. Het is de bruiloft, de bruiloft van het. Lam van de Heer Jezus. Zonder Hem zou het feest niet compleet zijn. Zonder Hem zou die nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet tot z'n recht komen. Zonder Hem zou het uiteindelijk geen thuis zijn. Dat lied heb je, misschien heb je dat wel eens gehoord. Met miljoenen om de troon heffen wij het loflied aan. Glorie aan het Lam. Zonder het Lam is er niks. En dan hebben we nu een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan hebben we een nieuw thuis. En hebben we een feest. Maar als hij breekt, is er niks. Dan was dit er ook allemaal niet. Vandaar ook mijn vierde punt: eeuwig samen. Want Christus zal daar zijn. De opgestaande levensvorst. En dat is wat Johannes ook zegt in vers 3 en 4. Ik lees 3 nog een keertje. En ik hoor een luide stem uit de hemel zeggen. Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dit is het grote moment. Als God ergens naar uitkijkt, dan is het dit. Als de Vader, de Zoon en ik denk het wordt niet specifiek beschreven, maar ook de Heilige Geest samen zullen zijn met de uitverkorenen samen zullen zijn met de kinderen van God op de grote bruiloft, alles verbleekt bij dit moment. En de 1 vers 23 zegt dat wij al nu zijn vervulling zijn. Hij is allen in allen. Christus zegt dat wij, als je Christus mag kennen, als je gelooft, als je gered bent, dat wij nu al zijn vervulling zijn, zijn vreugde zijn, nu al in deze gebroken wereld, in deze gebroken staat door het offer van zijn zoon, dat wij zijn vreugde zijn. Hoe zal dat dan straks zijn, als die volmaakt met ons zal zijn, als daar geen gebrokenheid, geen zonde meer zal zijn? Ik was recent in Zuid-Afrika. En ik had het nog nooit ervaren, maar voordat die tien dagen voorbij waren, verlangde ik zo naar huis. Dat ik snapte dat iemand een soort. Ik was niet ziek van liefde of zo, ziek van heimwee, maar ik ervaar in mijn systeem. zo'n verlang om weer terug te zijn bij mijn gezinnen, bij mijn kinderen. Dat had ik nog nooit ervaren, sterk. Ik snap nu een klein beetje wat mensen die echt heimwee hebben. Dat is al het ware wat God voelt. Hij verlangt zo naar zijn gemeente, hij verlangt zo naar de nabijheid van zijn kinderen. En hij verlangt dus zo om dit aan zijn zoon te geven, dat God als het ware niet kan wachten tot dit grote moment gaat komen. Zoals ik heel graag naar huis wilde en mijn vrouw en mijn kinderen weer in mijn armen wilde sluiten. En als we ons eens verplaatsen in de Heere God, die het perfect heeft gemaakt en al 6000 jaar moet wachten, tot dit moment gaat komen, hoe moet dat voor hem zijn? God moet elke dag waken. Ik, ik praat op een menselijke manier over God nu, hè, dus het is beperkt. Maar. God moet altijd waarschuwen nu. God moet altijd alert zijn. Hij moet overal kijken hoe het gaat, besturen. Dat doet hij natuurlijk in zijn wijsheid en dat kost hem als het ware geen energie. Maar we lezen ook dat God gevoelens heeft. Hij moet straffen nu. Hij moet optreden. Hij moet bewaken. Hij moet zijn kinderen bij de les halen. Je zou als het ware zeggen: God heeft het druk. Menselijke taal, hè? God is helemaal controle. Maar God is daarmee bezig. God heeft verdriet. Over deze abnormale wereld. Hoe zou het voor God zijn dat hij dat allemaal niet meer heeft? Dat God gewoon helemaal in de rust kan zijn. Dat hij niet meer hoeft te straffen, niet meer alert hoeft te zijn. Maar dat God gewoon als het ware met 100% van wie hij is, gewoon kan genieten. Ik vond dat zo'n, als ik dat zou zeggen, daar verlang ik naar. Dat God, die mij heeft gered, zo mag leven. Dat hij zich niet meer als het ware ongerust hoeft te maken of... Om mij hoeft te bekommeren, maar dat hij zal zeggen, het is zeer goed. Ik hoef niet op het puntje van mijn troon te zitten om in te grijpen. Maar ik mag als het ware achteroverleunen en genieten. En in de rust zijn en in de shalom. Begrijpen jullie wat ik een beetje wil schetsen? Want God is niet natuurlijk in paniek, hè? Maar als ik het beschrijf, God moet wel werken in deze wereld. Om zijn plan te volvoeren. En om door de gelovigen heen zijn doelen te bereiken. God hoeft ook nooit meer de goddeloosheid te zien, nooit meer dat verdriet te ervaren, en dat wij degene die hem zo lief zijn hem niet meer tegenvallen. En dan straks zal onze liefde voor hem volmaakt zijn, volmaakte intimiteit. En Daar gaat het eigenlijk over samen zijn, volmaakte intimiteit, volmaakte tegenwoordigheid. Wie dorst heeft, zegt hij in vers 6 b: zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het levende water? Onbeperkt. Onbeperkt. Hij zit op de troon, dat zegt het woord ook, dat zegt de Openbaringen 22, vers 1. Hij zit aan de ene kant op de troon, maar hij zit ook aan tafel. De bruiloft, het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dus hij zit op de troon, is aan tafel. En dat zullen we allemaal zien. Het is niet meer geloven. Want nu hoop ik dat we dit aannemen door het geloven, omdat het woord van God is. Maar straks is geloof weg. Straks zullen we zien. Straks zullen we het vast kunnen pakken. Straks zal het realiteit voor ons zijn. We zullen niet meer hoeven bidden. We zullen het zien. We zullen danken. We zullen lof prijzen. En hij is zo dichtbij, dat hij onze tranen zelfs afdroogt. Dat is heel dichtbij. Ik kan niet hier vandaan jullie tranen afdrogen. Maar waar, waarom Johannes dit zegt, is de gevolgen van de zonde zullen weg zijn. Alle gebrokenheid. Maar God zal zo dichtbij zijn, dat hij je tranen afveegt. Samen met de gemeente. Volmaakt. Ik zat ook over na te denken. Nu komen we twee uurtjes bij elkaar en ga je weer weg. Straks zijn we altijd bij elkaar. Hoe zou je dat vinden? Altijd. Altijd. Het zal volmaakt goed zijn. Je zal er geen moeite meer over doen om die broeder en zuster lief te hebben, die je nu eigenlijk niet zo goed kan pruimen. Want God zal zijn volmaakte liefde in onze hart uitstorten. Het zal niet eens meer in ons op kunnen komen dat we mogelijk een hekel aan iemand zouden kunnen krijgen. Dat bestaat niet meer. Het is helemaal samen, het is helemaal goed. En ook voor jullie als oudste, als leiders. Ik ben zelf geen oudste, ik ben wel leider. Ik weet een klein, beetje, een klein beetje wat het is, wat jullie soms op jullie bordje krijgen. Om ook een gemeente te mogen dragen, te mogen hoeden, te mogen herderen. En niet alleen de oudste diaken, maar ook leiders. Hoe zal het straks zijn? Dat al die inspanningen die je nu pleegt zich zullen uitbetalen in. Iets heerlijks. Dat je niet altijd meer hoeft te waken. Dat je niet met getrokken zwaard ergens hoeft te komen. Omdat het woord ergens gepredikt moet worden. Of dat je alert moet zijn. Of dat je met lege handen staat. Dat je teleurgesteld bent. Dat komt voor. Maar dat het volmaakt zal zijn. Ik hoop ook dat je dat mag bemoedigen. Dat het werk nu hier beneden is het nog niet. Maar het zal zich straks uitbetalen in het volmaakte. En dan hoop je dat de mensen die je hebt mogen hoeden, daar straks allemaal zullen zijn. Maar ik zou zeggen, hou echt... Vol, het is alles waard om de gemeente te mogen dienen. Het is een massa, het is een menigte, samen, maar je bent geen nummer. In het ziekenhuis ben je steeds meer een nummer, of in het verpleeghuis. Of... Je bent geen nummer, je hebt een naam. Dat vond ik zo'n mooie gedachte. Dat is belangrijk, anders zou je denken, ja, ik ben een of andere nono -no in de menigte. Maar er zit een hele persoonlijke kant aan. God zal je persoonlijk kennen. Hij zal je aandacht geven, één op één. Hoe God dat doet, weet ik natuurlijk niet, met zoveel mensen. Maar er zal onbeperkt tijd zijn om met het Lam, om met God samen te zijn. Want zo was Jezus ook op de aarde. Er staat soms vrij uitvoerig beschreven hoe de Heer Jezus optrekt met mensen en hoe Johannes ook op zijn borst mocht liggen. Jezus is hier ook gewoon mens. Hij is het Lam. Hij is koning, maar hij is ook dienaar. Hij is ook zachmoedig. Hij veegt de traan af. Dan moet je dichtbij komen, zei ik al. Er staat ook wie dorst heeft zal ik. Er is niet een soort anonieme bron, waterpomp waar wat water uitkomt. Nee, dit is natuurlijk geestelijk. Water is leven. Dat komt bij hem vandaan. Dat zal hij persoonlijk aan ons geven. In de vers 27 staat van dit hoofdstuk zij die geschreven zijn in het boek van het lam. Het is heel persoonlijk. Het is een massa, het is een menigte, het is groot, het is je niet te overzien, maar het is ook heel persoonlijk. En dat is een bemoediging, want nu kan het zijn dat je eenzaam bent, dat je niet gezien wordt. Hoe je in de gemeente misschien, hoe daar ook de best voor wordt gedaan, of buiten de gemeente, of je ook voor degene in de livestream. Je zit in een verzorgingstehuis, een verpleeghuis, een ziekenhuis. Je zit in een situatie waarin je weinig wordt gezien. Je telt eigenlijk niet mee. Er komt straks een periode dat je die gevoelens zal je niet meer hebben. Er zal persoonlijke aandacht voor je zijn en het zal je helemaal verzadigen. Je hebt als het ware de gemeenschap met degene naast je niet meer nodig... om verzadigd te raken, om vervuld te raken, om shalom te hebben. Dat is een heerlijk vooruitzicht. Ewig nieuw. Ewig thuis. eeuwig feest. En eeuwig samen. En dan is de belangrijke vraag. Ga je het meemaken? Ga je het meemaken? Of denk je... Misschien ook of je de livestream of later wie de boodschap naluistert, dat is een beetje zo fake. Of ja, er zijn zoveel verhalen. Hè? Lees, verdiep je in het hindoeïsme, het Taoïsme, in de islam. Er zijn zoveel mooie verhalen over dat het goed wordt. Of dat je in een dier verandert hierna. Ja, reïncarnatie. Er zijn heel veel versies van leven na de dood. Of dat je ja, zegt: ja, het is diep fake. Het is namaak, maar het is niet echt. Ik zou zeggen, het is deep real. Het is echt. En God weet dat ook, dat wij daar moeite mee kunnen hebben, van is het echt. En hij wist zelfs dat Johannes misschien er geen moeite mee zou hebben, maar dat het zo overweldigend is wat, wat hier staat, dat hij zegt, en dat zegt hij in het negentiende in hoofdstuk, vers 9, daar zegt hij aan het eind van dat vers, dit zijn de waarachtige woorden van God. God zet er als het ware een dikke streep onder. Het is echt waar, Johannes. En hij zegt dat ook in hoofdstuk 21, um, vers 5, dat hebben we gelezen. Ik lees even die hele tekst. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan zei hij tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar, Johannes. Geloof het wat je op gaat schrijven, dat dit gaat gebeuren. Het is echt waar. De Bijbel houdt je niet voor de gek. Echt niet. De Bijbel houdt je niet voor de gek. Wij als predikers, uitleggers, kunnen mensen voor de gek houden. Maar de Bijbel houdt niemand voor de gek. De Bijbel is glasheerlijk, is glashelden. Dit is het verhaal. Dus als je vraagt, wat is waar? Dat is natuurlijk een grote discussiepunt. Wat is nou waar? En wij leven in een tijd waarin de waarheid subjectief is. Relatief. Kan je zelf maken. Dan kan je zeggen, de Bijbel is waar. En dan zeggen ze, ben je van 200 jaar terug of zo? Dan zeg je, nee, is heel actueel. Gewoon in de 21ste eeuw. De Bijbel is waar, dit verhaal is waar. Dit gaat echt komen. Dat was mijn vraag, ga je dit meemaken? Want, dat is een goede vraag, wie gaat dit meemaken? Ik kom langzaam een beetje naar een afronding. Wie gaat dit nou meemaken? Nou, dat staat in vers 7. Wie overwint, zal alles beërven. Nou, wie overwint er? Ik heb daar vers 17, of hoofdstuk 12, vers 11, even voor gebruikt, om dat toe te lichten. Want dat is weer een preek op zich. Maar wie erven dit nu? Wie krijgen dit nu? Dat alles wat in Christus is samengebracht, alles in Christus is verdiend. Hè? Want dit is door het werk van Christus. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat er een eeuwig thuis komt, een eeuwig feest, een eeuwig samen. Nou, dat lezen we in Openbaring 12 vers 11. Want daar staat, als we over overwinning praten, en zij hebben hem overwonnen, dat slaat op het, het aanklagen van Satan... Maar je zou dat ook breder kunnen trekken. Hè? Zij hebben in het leven overwonnen. Door drie dingen. En daar kan je zelf aan toetsen: of je de overwinnaar bent: bloed van het lam, sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Is dat je deel? Heb je daar deel aan? Weet je dat je zonden zijn vergeven door het bloed van het lam? Door het werk van de Heer Jezus, door het woord van hun getuigenis. Dat jij beleden en ik geloof niet per se dat je dat hardop moet uitspreken en dat je dan zalig bent, maar dat je het hebt beleden in je hart. En het liefst ook met je mond, hè? zegt ook de Romeinenbrief. Dat je bij hem hoort. Dat je voor hem uit wil komen. Dat hij je liefste is. En het derde is, je leven niet lief gehad tot de dood. Tot in de dood staat er zelfs. Tot in de dood. Je leven niet lief gehad hebben tot in de dood. Dus dat je hebt gezegd: het gaat niet meer om mijn ik. Het gaat niet meer om wat ik betekent. Maar het gaat om hem in mij. Dat zijn drie toetstenen. En de Bijbel zegt dat je dan een overwinnaar bent. Dan ben je niet een superchristen. Dan heb je niet een streepje voor. Maar dit is het normale christelijke leven. Dat je mag weten gered te zijn door het werk van de Heer Jezus. Dat je dat hebt beleden. En dat je zegt het gaat niet meer om mij, maar het gaat om Hem. Dan mag je binnengaan. Dan heb je je deel aan. En als je Gods goede voornemens nou niet met vreugde onderschrijft deze morgen. Je omarmt ze niet. En je zegt, ik word daar, word daar eigenlijk niet blij van. Dan moet ik tegen je zeggen, dan heb je hier niets te zoeken. Op dat nieuwe. Dat zou je niet eens willen. Dat is niet aangenaam voor je. Als je geen overwinnaar bent, als je niet gered bent door die dieetjes, zal het straks onverdraaglijk zijn... Hoofdstuk 20, hoe het eindig zou onverdraaglijk zijn. Maar daar is het straks ook onverdraaglijk. Want de heerlijkheid van God en Christus is een gruwel voor je. Vreselijk is dat. Als je niet schuilt achter het bloed van de Jezus, is het vreselijk om de heerlijkheid van God te ervaren. God zegt, ik ben een verterend vuur. Dat kan niet. Dat wil je ook niet. Als je één seconde als ongeredde zonder in de hemel laat zijn, dan word je gillend gek. Dan wil je weg daar. De transparantie, de liefde, de schoonheid zullen je pijnigen, ze zullen je zintuigen, um, martelen. Je komt er niet in en dat wil je ook niet. Nou, ik hoop dat je zegt, ik, daar wil ik wel zijn. Ik heb daar zelf heel lang mee geworsteld, ik wil er wel zijn, maar ik heb die zekerheid niet van het geloof. Het is maar één eenvoudige daad. Dat kan je nu doen hier, je kan het ook straks doen. Dat is je knieën buigen. En dat is je zonde beleiden. En misschien zeg je, ja, dat is een schaamtevolle daad. Dat klopt. Daarom is het zo eenvoudig en daarom is het zo moeilijk. Het is heel laagdrempelig, maar je moet door de knieën. Je moet, God, God heeft niks met de hoogmoedige, met de nederige van hart. Hij wil dat je buigt voor hem, dat, je, dat we onze zonde beleiden. En het heerlijk is, je mag komen zoals je bent. Ik las het van de week nog in Jeremia. Je hoef jezelf niet op te knappen. Misschien heb je alles uitgevreten wat God verboden heeft. Misschien zeg je: Ja, maar die lijst hier, hè, vers 8. Daar lust ik wel wat van. God zegt: Maakt niet uit. Je mag komen zoals je bent. Maar wil je op je knieën? Dan gaat de deur open. Naar deze nieuwe wereld. Deze nieuwe orde. Deze great reset zouden we kunnen zeggen. Dit is de echte great reset, hè, die gaat komen. En dan maakt hij helemaal nieuw. Hier al. En want er zijn al. De oude zeggen dat en ik vind het wel mooi. Er is al een voorsmaak hiervan, hier, als het goed is. Ga je er iets van al proeven? Van die heerlijkheid die jij straks aan ons gaat geven? Wat is de wereld waard? Wegwereld, wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben als alles verloren, maar Jezus verkoren in zijn eigen ik ben. Dit is de deur. Jezus is de deur. Mijn oproep is echt, als je hiernaar verlangt. En zelfs als je niet verlangt, zou ik zeggen, ga toch op je knieën om die toorn te ontlopen en om in de heerlijkheid van God te komen. En laat er geen belemmeringen zijn. Speur je zegt, laat de belemmeringen die je nu hebt om te komen je juist aansporen om wel tot Christus te komen. Ik zou met elkaar willen afronden in gebed. En als dit nou Gods voornemen is, wat zeker gaat komen. Dan zou mijn verlangen zijn dat je zegt: Ja, ik wil mijn voornemens ook ondergeschikt maken aan zijn grote voornemen. Ik wil meewerken in zijn plan in deze wereld, zodat ik als het ware die komst mag bespoedigen. Dat trappelen van ongeduld van God dichterbij mag halen. Dat we in deze nieuwe tijd zullen komen. Zullen we dat met elkaar bidden? Misschien zeg je: Ik, ik, vind het, ik zou een nieuwe toewijding willen maken aan de Heer. Ik zou echt het jaar 2022 willen beginnen met mijn agenda af te stemmen op Gods agenda, op zijn voornemens. Dan zou ik willen zeggen: voel je vrij om te gaan staan. Ook als je zegt: Ik heb mijn leven nog niet aan de Heerde Jezus gegeven. zou ik zeggen: Ga staan. Dan hoop ik voor je te bidden. En dan gaan we daarna dat heerlijke lied zingen. Je bent reizend naar die stad. Misschien ben ik dat niet helemaal gewend om te staan. Het moet niet, maar het kan goed zijn om een gebaar te maken naar de Heerde God. Van: Ik wil nieuwe toewijding maken, Heer. Ik wil echt hiervoor leven. Ik wil hiervoor gaan. En ik wil dat u uw heerlijkheid nu al in mij kan geven. En dat ik u hier mag kennen. Zodat ik straks u nog meer mag kennen. Maar dat ik u wel al een beetje ken. Dat ik niet verrast ben over u bent. Zullen we met elkaar binnen? Voel je vrij om te gaan staan als je dat wil. En dan zal ik voor je bidden. Heren, we komen voor uw aangezicht. U kent ons allemaal heel persoonlijk. Ook hoe we het nieuwe jaar in zijn gegaan. Heren, ons leven is soms echt een sleur, een automatisme. De dagen gaan en komen. De helsfeiten voltrekken zich. De jaarwisselingen we worden ouder. Maar uiteindelijk blijft dit over, heren. Dat bent u. U bent dezelfde. U bent de God die roept. U bent de God die hoort. En die ons deze boodschap van Johannes, die hij aan ons mocht geven, tot ons laat komen. En eigenlijk aan ons vraagt, ben je hier klaar voor? En verlang je hiernaar? Heer, ik bid echt zo dat onze harten brandend zullen zijn over dit vooruitzicht. Waarvan uw psalmen zeggen, het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen. Ik bid here, dat u met uw geest ons zult aanraken om... Als mannen en vrouwen als kinderen van u werkelijk u centraal te zetten in ons leven. Zodat de wereld zal weten dat u leeft. Heer, deze duistere wereld is aan de ene kant de werk van Satan, dat weten we, maar het heeft ook te maken met dat de kerk zo weinig licht geeft. Dat we uw evangelie zo ver weggestopt hebben in onze binnenkamers. En we bidden Heer, in deze tijd dat door die verzadiging met u. Door het werk van uw geest in ons hart, dat we echt lichtdragers zullen zijn. En de mensen naar ons toe zullen komen en zullen vragen, wie dien je? Waarom ben je zo blij, waarom ben je zo verheugd? Ook in de moeite en de ellende van het leven. Heer, we bidden echt dat we niet man en vrouw zullen zijn, die meehuilen met de wolven. Maar dat we mee zullen zingen met u. Ik bid, Heer, dat het veel gelegenheid zal geven om over deze nieuwe toekomst te praten. De werkelijke Great Reset, de nieuwe wereldorde die u gaat geven... We kijken daar zo naar uit, heren, zeker als we met onze voet in de klei staan en de ondraaglijkheid van het leven soms ervaren, de moeite, de zorg en de pijn, maar ook de zonde en de tegenslagen. We prijzen, heren, voor dit heerlijk vooruitzicht. Ik bid, heren, als we mismoedig zijn en teleurgesteld, dat u ons zult oprichten door dit woord. Ik bid ook voor degene die u nog niet kennen, jong en oud, klein en groot. Ik bid ook echt voor de kinderen, de tieners, heren, dat ze niet in de angst weg zullen kruipen. Of zullen zeggen: Voor mij is het niet. Of er is toch geen beginnen meer met mij aan. Maar dat u laat zien, Heer Jezus, dat uw liefde overvloedig is. Zoals Paulus het zegt, voor de grootste van de zondaren. Er is genoeg bloed. Er is, er is, um, het offer is zo groot. Heren, dat er wel tien werelden gered kunnen worden. Ik bid, Heer, dat u al deze leugens zult neerhalen. En dat het helder zal zijn dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Heren. Het is goed om te knielen. Het is goed om onze zonden te beleiden. Het is goed om ons te vernederen voor u. Omdat u dan zegt, dan zal ik je oprichten. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Nu zien we het nog niet. Maar straks volmaakt. Heren, ik bid ook echt voor deze gemeente in het nieuwe jaar. Voor de oudsten. Voor het hele team. Dat ze mogen werken zolang het nog dag is. Met volheid van de geest. Met uw genade. Met uw licht. Heren, zodat niets hen zal stoppen... Totdat die dag daar zal zijn dat u ons komt halen. Vul ons met uw vreugde, Heer, en uw blijdschap. In Jezus' machtige naam. Amen.